als je leerlingen trekt en ze komen terecht bij ons op de afdelingen, hoe zorg je dan dat ze echt een goed leerklimaat, dus dat ze op een plek komen waar ze zich veilig en vrij voelen om te leren, waar ze zich welkom voelen, waar ze gezien worden, waar ze verantwoordelijkheden krijgen, maar waar ze ook fouten mogen maken. En als we meer mensen gaan opleiden, en vooral in die teams waar soms de druk heel hoog is, doordat er veel collega's, veel vacatures zijn of een hoog ziektebezuim is, hoe behoud je dan eigenlijk de goede leerklimaat? Zometeen zien jullie even een kort filmpje van een werkbegeleider. Dat is een wijze die wij in ieder geval binnen mij zo al lang hebben. Maar misschien zijn wel heel andere vormen van begeleiding belangrijk. Gaan die ook wel steeds belangrijker worden? Dus dat is ook iets waar we in het Wereldcafé graag met jullie willen bespreken van welke vernieuwende vormen van begeleiding zijn er. En wat vraagt dat dan van zorgorganisaties en wat vraagt dat ook van onderwijsorganisaties? Zodat we samen, ook als de druk hoog is, toch kunnen zorgen voor een prettig leerklimaat voor de leerlingen en misschien eigenlijk wel voor alle medewerkers, want is iedereen niet lerend?